Ik ben weer bezig winkelen bij een aantal winkels. En in deze video zal ik weer laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Ik zal onder in de beschrijving even alle linkjes erin zetten. En natuurlijk zal ik ook even laten zien hoe het aanstaat. Maar laten we snel beginnen met de eerste winkel. Als eerste heb ik een paar dingen besteld bij de Lovies. En de eerste twee dingen die ik daar besteld zijn deze, nou, dit bikini setje. Dus een broekje en een topje. En dat is deze top en dit broekje. Ik heb ze beide in een maat S besteld. En ik twijfelde een beetje of ik het broekje in een M moest doen. Dus ik heb beide besteld. Maar de S zat toch gewoon beter. Dus nou, dat was heel fijn. En wat ik heel chill vind hieraan is dat zowel hier kan je hem strakker doen. Dus er zitten drie opties. En bij de bandjes kan je hem strakker en losser doen. Dus dat is wel heel erg fijn. Voor de rest zit hij echt perfect. Nou, ik heb de bikini even gepast en deze zit echt goed. Ik zei volgens mij net dat het broekje een maat S was. Maar het is de maat M en die andere heb ik dus teruggestuurd. Maar de M die zit dus echt heel goed. Hij zit ook mooi hoog op mijn heupen, dus dat vind ik heel fijn. En deze is gewoon perfect en hij sluit ook mooi aan. Dus ook tijdens het zwemmen of veel bewegen blijft hij goed zitten. Dan het volgende wat ik heb besteld is een setje. Dat is namelijk deze top. Samen met deze broek. Ik heb natuurlijk al eerder bij Lovies wel broeken besteld. En die zijn eigenlijk altijd te lang. Nou, ik zal meteen op de aanbeelden zal ik even laten zien. Ik denk dat deze namelijk ook al wel best wel lang is. Dus die moet even ingekort worden. Maar ik vond het zo leuk. Sowieso die broek apart ook met iets anders erbij is heel erg schattig. Maar als setje ook heel erg leuk. En dat is hier de set. Ja, ik had wel gelijk over de lengte van de broek. Ik heb er zelfs laars onder met een kleine hak. En hij is gewoon echt veel te lang. Dus die ga ik inkorten. Maar voor de rest, ik vind het zo leuk. Ik denk ook echt dat, nou, als set is hij natuurlijk al heel erg leuk. Maar apart kan hij ook echt super leuk zijn. Sowieso voor de lente bijvoorbeeld. Met bijvoorbeeld een andere top. Nou, ik denk dat dat heel leuk is. Hij zit ook goed. Want ik zei, de broek is best wel lang. Maar hij zit hier bij mijn taille gewoon prima. Sluit goed aan. En ja, deze is heel erg leuk. Wat nog wel interessant is, is dat ik ze beide een S heb besteld. En dat staat ook gewoon op de bon en zo. Alleen deze top staat hier XS. Dus qua maat weet ik niet zo goed of dit nou een S of een XS is. Ik heb een S besteld. Ik denk eigenlijk dat dit een S is. Want normaal heb ik ook S. Maar ja, als je dit ook wil bestellen, is dat misschien wel even handig om rekening mee te houden. En dan als laatste, bij de Lovies heb ik deze broek besteld. En dit is precies dezelfde broek die ik in mijn vorige shoplog ook had, maar dan in de gewone blauwe spijkerstof. Het vervelende was dat deze eigenlijk al binnenkwam en die miste een knoop. Dus ik had contact opgenomen. En ze hebben me gelijk een nieuwe gestuurd. Ik heb deze weer in een maat 27, net als de vorige blauwe broek. Ik dacht, het is gewoon leuk om ook in het zwart te hebben. En dan is hier de spijkerbroek, de zwarte. Ik ben een beetje in de war in de zin qua maat. Want ik denk dat een kleinere maat te klein was geweest. Want op zich, hij zit hier bij mijn, nou ja, mijn heupen vooral goed. Bij mijn taille zit hij wel weer ietsje, nou ja, ietsje breder. Maar dat op zich ook bij die blauwe wel die ik net aan had. Maar de lengte is wel echt weer veel langer. Dus deze zal wel aan de onderkant ingenomen moeten worden. Want die, nou ja, die gaat dus al over mijn hak heen. Dus als ik hier überhaupt sneakers onder doe, dan loop ik er constant op. Maar voor de rest zit hij heel goed. Dan de volgende winkel waar ik ben geweest was de Bershka. En daar heb ik drie items gehaald. Als eerste heb ik dit topje gehaald. En deze heb ik in de stad gehaald. En die had ik gekocht en toen dacht ik daarna eigenlijk, deze zit zo goed. Gewoon, hij staat maar heel, vond ik, heel mooi. Dus ik heb hem gelijk de dag daarna ook in het zwart gehaald. En dat is dus deze top. En ik dacht, dit is gewoon super leuk. Sowieso, ik draag de laatste tijd, omdat het nou, nog best wel koud is, veel truien. Dus daaronder is dit heel chill. Maar ook in de zomer is het natuurlijk heel leuk om juist ergens boven te doen. En deze en ook die blauwe heb ik beide in een maat S gekocht. Goed, hier is de eerste top van de Bershka, dus de blauwe. Nou, hij sluit gewoon heel goed aan. Hij zit precies over mijn BH in, dus dat is ook heel fijn. Dus dat is de blauwe.
En dan is hier de zwarte die dus, nou ja, gewoon precies hetzelfde zit. Hij sluit gewoon heel erg mooi aan. Dus nou, deze ga ik heel vaak dragen, denk ik. En wat ik heel fijn vind aan deze topjes, ook die blauwe, is dat ze dus dubbel gevoerd zijn. Dus ze schijnen eigenlijk ook niet door. En als laatste bij de Bershka heb ik deze top gekocht. Ik dacht, dit is hartstikke leuk. Ook weer boven bijvoorbeeld een donkere spijkerbroek of zoiets. Maar ook met uitgaan. Het is een beetje een mesh topje. Ik denk sowieso dat het zwarte topje, wat ik hiervoor liet zien, er ook wel makkelijk onder kan. Eetzo kan het ook zonder, maar dan wordt het natuurlijk weer wat gewaagder. Maar hij is dus doorschijnend en er zit nou ja, zo'n schilderij zit erop, dat kunstwerk. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant. En dan is hier de mesh top. Ik heb deze ook in een maat S. En nou, hij zit, ik moet zeggen, hij is heel lastig om aan te trekken. Maar als hij eenmaal zit, zit hij gewoon weer echt mooi strak. Net als een vorige top die ik ook een keer in de shop nog heb laten zien. Dus het is wel even een struggle om erin te komen. Dan zit hij heel goed. Ik heb nu het zwarte topje eronder. Nou, en dat zit gewoon heel erg mooi en strak. En dan heb je hem hier nog van dichtbij. Ik ben ook nog naar de H&M geweest en daar hadden ze wat sale items. En ik zag deze sporttop en nou goed, ik heb wel een witte sport BH en die draag ik alleen niet zo vaak omdat die gewoon best wel doorschijnend is. Nou, en deze lijkt gewoon wat meer, nou wat dikker eigenlijk, dus wat betere kwaliteit. Hij was €10,99, maar ik zat even te kijken om de linkjes voor deze video op te zoeken en hij is nu echt €4 of zo. Dus nou, als je deze leuk vindt, zou ik hem zeker nog halen. En ook deze heb ik in een maat S. Nou, deze zit wel goed strak. Maar dat vind ik heel fijn, want tijdens het sporten hou ik er wel van. Dan alles blijft zitten waar het bordje zit. Je hebt ook hier van die dingen om hem weer aan te passen. Dus dat is ook wel heel fijn. En hij zit gewoon lekker strak. En dit is gewoon ook in de zomer met sporten heel erg chill. En hier is hij nog eventjes van dichtbij. Bij My Jewelry heb ik weer twee sieraden gehaald. Als eerste deze, dat is een armbandje. Daar had ik de vorige shop nog ook al oorbellen van gehaald. Dus ik dacht, nou, dat is leuk als setje. Dan is hier het armbandje. Gewoon een heel subtiel bandje, laat maar zeggen. En dan leuk dat plaatje erbij. En ik heb deze ketting gehaald over My Jewelry. En deze was van hun Valentijnscollectie. Maar ik vond het gewoon heel schattig om, nou ja, met een M dus voor Marla die ook te hebben. Dus die heb ik ook gehaald. En dan is hier de ketting. Ook weer lekker subtiel. Leuk om met bijvoorbeeld een andere ketting mooi te combineren. Dus heel erg tof. Dus bijvoorbeeld met deze. En dan als laatste heb ik wat besteld bij de Mango. En dat is deze viral, hoe zeg je dat, jumpsuit. Ik heb hem in het zwart gehaald. Met dus rits tot laag. En nou goed, deze zag ik echt overal op TikTok voorbij komen. En hij stond zo goed bij mensen. Ik dacht, ja, die wil ik ook graag hebben. Dus die heb ik ook besteld. En dat is hier het pak. Hij zit echt heel erg goed. Het fijne is dat het ook een beetje stretchstof is. Dus ik moet hem wel echt over mijn schouders heen trekken. Maar zodra ik dat heb gedaan, zit hij heel erg fijn. En hij sluit gewoon heel mooi aan. Je kunt de rits eventueel ietsje hoger doen, ietsje lager doen. Dus nou, heel erg leuk. En hier nog eventjes een close-up. En ik heb deze in een maat S. Dat waren alle items die ik heb gekocht. Mocht je nou iets leuk vinden, ik heb de links dus in de beschrijving gezet. Zo kun je ze zelf ook halen. En laat even weten welk item jij het leukst vond. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!